Boels en Beers, welkom bij weer een nieuwe video. In deze video gaan we in Bitcoin duiken. Ik maak anders morgen wel een andere video waar ik meerdere coins ga behandelen. Ik ga wel Bitcoin en nog een andere coin, maar we hebben zo lang een saai beeld van dit gezien bij mij. En we zijn nu eindelijk ergens doorheen gebroken, maar we zitten nog steeds in die box. En je ziet ook die bovenkant van die box is resistance. Je hebt hier één touch, twee touch, drie touch. Eigenlijk drie keer hebben we het geraakt en hebben we volop verkocht. Hier verkocht, hier verkocht en hier verkocht. Dus hier zit gewoon resistance. Dat is een level van 39.000 tot de, nou zeg ik verder, 41.000. We zitten nu op een daily, dus die rode moving average is hier 200 daily. Die zit nu op een 44.500 dollar. Dus dit is je grote volgende resistance. Dat zit ook bij die 0.5, maar die is vaak niet heel belangrijk. Dit is gewoon eigenlijk een waarschuwing, die 0.5, omdat je naar die 0.6 en 8 gaat. Van we zijn er bijna en begin daar een beslissing te maken. We zijn hier dus heel mooi uitgebroken. Dit zijn echt wel gezonde volle candles. Wat je hier met een retrace zag. Maar dit zijn echt wel gezonde candles. Je ziet ook dat volume, koopvolume wat meer toeneemt. Maar nog wel erg laag is. Ik weet niet of je het goede nieuws of het slechte nieuws eerst wilt horen. Laten we eerst naar het slechte nieuws gaan. Het slechte nieuws is dat we nog steeds in deze downmove zitten. Dit is een volle beer. En die moeten we gewoon niet gaan ontwijken of die moeten we echt niet gaan vergeten. Mochten we hier verder groeien en dat gaan we straks wel bekijken. Maar vooralsnog zitten we hierin en is het eigenlijk een technisch teken dat we nog lager kunnen gaan. Ik zal dan straks ook wat andere grafieken erbij pakken. Maar dit zijn dus je targets. Voor als we nu verder gaan, dan ga je eerst naar die 45 of 44,5. Dan heb je hier ongeveer, ik weet niet of deze helemaal goed zit. Een beetje rond die 46.000 zit die 0.6 en 8. En dan heb je dit stuk bij die 0.786 en die 0.833. Een beetje de 51.000 tot de 53.000. Je ziet het er ook naast staan hier. Dus dat is een beetje waar ik op gok. Kijk ook mijn vergelijkingsvideo in de beschrijving. Heb je een coin waar je vast zit of waar je, wat je niet weet wat je moet doen? Of zit je er helemaal niet in? En je kan me altijd bereiken via die comments die onder de video staan. Maar goed, voor degenen die er niet in zitten en hebben gewacht, ik had vanmiddag iemand op de chat die dat bijvoorbeeld was. Dat is wel een goed voorbeeld, want op zich als jij hier gewoon winst hebt gepakt en dan het geduld hebt gehad om, om later te willen terugkopen. En je denkt dat het hier nog verder gaat, wat ik ook al in andere video's zei, dat er echt gewoon nog wel een kans was dat we hier naartoe konden gaan vanuit hier. En die kans is er nog steeds, als we deze box niet uitgaan en deze range behouden, kunnen we altijd nog wat lager gaan. Maar goed, zit je er niet in, dan wacht je eigenlijk weer gewoon. Onderkant van die box is het beste. En anders heb je weer deze. Dus je wacht op de retrace. Als je hier ook wat gaat inzoomen, dan kom je. Dan ziet de grafiek er meteen helemaal bullish uit. Alsof we helemaal naar de maan gaan. Probeer dat niet die FOMO te krijgen. Want met FOMO verlies je gewoon alleen maar geld. Je ziet die bovenkant van die box. Die wordt gewoon gerespecteerd. Niks aan gelogen. En je ziet ook hopelijk gelijk de square-ups. Grote square-ups, grote square-ups. Dus grote kans dat we daar nog naartoe moeten gaan. Hoeft niet meteen te gebeuren. Het kan nu ook wegschieten en dan later terugkomen. Maar goed, het zijn weer meteen je risico's. Dus het waren gezonde candles. Het zijn ook echt wel gezonde candles. Je ziet hier ook iets meer volume op de bodem komen. Maar goed, je hebt die retracement tool. Die trek je eigenlijk weer van beneden naar boven. En dan heb je weer je targets. Ik zal met een brush hem wat beter laten zien. Dit is een mooie plek. Die 0.6 en 8 die zie je hier. Dus dit. En hij pakt hem niet. Maar goed, ik doe het even zonder die brush. Want die werkt de hele tijd niet. 0.6 en 8. En dan heb je ook nog die 0.786 hier aan de onderkant. En die zit meer tegen die trendlijn. En die trendlijn was een resistance lijn. Dat kan nu een supportlijn worden. Dus hier zit je echt veel veiliger om te kopen. Je kan natuurlijk gewoon in stukjes kopen. Hier beginnen. Hier een tweede. En misschien op de bodem nog een keer een derde. En misschien als we nog lager gaan. Heb je daar nog een plukje over. Maar goed, je ziet nu dat er best wel wat geld in stroomt en dat sentiment ook een beetje verandert.
dit zijn gewoon je veilige plekken voor als je er niet in zit, dan ga je er daarin. Ik zou eigenlijk al vanaf hier proberen aan de onderkant van die box. Die box die was eerst tot en met hier. En die is wat verlengd. Maar of je nou hier kan kopen, ik denk dat heel weinig mensen hier kunnen kopen. Hier had je wel echt een moment om te kopen. Ik zit nu op een 2 uur, dus... Maar hier had je wel een moment om te kopen. Vaak zijn mensen te laat of hebben daar geen tijd voor. En dat is ook gewoon heel logisch, want je hebt gewoon een leven. Als het mooi weer is, moet je gewoon lekker naar buiten gaan. Off topic, laten we naar andere grafieken gaan. Want jullie zien altijd één grafiek van mij, van Bitcoin. Je hebt natuurlijk meerdere exchanges. Dit is bijvoorbeeld die van Coinbase. En om het slechte nieuws nog steeds naar boven eerst te halen, voordat we naar het goede nieuws gaan. Je zit dus nog in deze downmove. Deze metingen of die Fibonacci's zijn gemeten op deze beer, op deze candles, op deze candles. En die gaan tot een 18.000, 20.000. Hier zit het 4.236. En hier heb je nog eentje, een gekke, tot en met de 5600. En je hebt hier ook gewoon squares. Dus je moet je afvragen, moeten we daar nog naartoe? Voor mij kan het altijd, maar ik denk dat de waarschijnlijkheid meer in dit gedeelte zit. Maar goed, dat is het dus het slechte nieuws van, we zitten nog steeds hierin, dus vergeet het niet. In deze downmove heeft een heel, eigenlijk iedereen die vanaf een beetje half januari er is ingestapt, heeft die alles naar beneden laten halen. Al hun winsten hebben ze weggegooid als ze niet winsten in dit gedeelte hebben gepakt. Dus je zit nog steeds in deze downmove, je zit onder rode moving average, die 200 daily. Dus dat is gewoon nog steeds het slechte nieuws, terwijl we nu wel echt een hele mooie move hebben gehad. En dan heb je weer die ene target voor de bovenkant. Als we naar die bovenkant gaan, dan pak ik wel even die van Bitstamp weer naar boven. Dan heb je dus deze, eigenlijk wil ik net behandelen. Maar als we weer verder gaan naar andere grafieken. De Forex. Hier heb ik bijvoorbeeld een grafiek, nog niet eens mijn allerbeste en waar ik echt op heb getraind. Maar hier heb je grafiek voor de upside. Dus hier zie je ook, hier heb ik eigenlijk al van 4 meting kunnen doen en hier kunnen inkopen om dit mijn grote targets te kunnen laten zijn. Natuurlijk weet je dat nog allemaal hier niet, maar vanaf hier kon je deze al trekken. Maar je hebt wel hele mooie punten om te verkopen. Kijk naar die 2.6 en 8 vanuit hier, een volle retrace. En het heeft niet heel veel retraced hierin, maar je ziet ook weer die 0.6 en 8, weer een belangrijk level. Je ziet ook gelijk weer de squares hier zo, het gevaarlijke gedeelte. En daarna de 4.236. Ik had hier echt wel bijna het gevoel dat we verder konden gaan, maar... Goed, ik zat al echt heel lang te wachten op een goede retrace. Maar je hebt hier dus mooie levels om te kopen. Nu dat goede nieuws dus. Vanuit die meting krijg je dus ook hogere targets. 80.000 heb ik echt al heel lang. Dat heb ik eigenlijk vanaf hier. Maar dat kun je ook met, als je deze meet, die ga ik straks laten zien. Dan heb je nog die gekke target van de 11, Fibonacci 11 op 122.000. Als ik dan nog even... De longs erbij haal, zie je nu de eerste longs eruit gaan. Misschien slim geld. En even kijken, de shorts. Die hebben ze er helemaal uitgehaald. Dus alle shorts, tenminste de meeste shorts zijn er nu uit. Dus ze kunnen nu omlaag gaan en niemand zal wat verdienen. Dus je kan dan een retrace verwachten. Ik weet niet wat ik doe. Ik wil hem maar automatisch zetten. Waar ik naartoe wil gaan is deze. Deze heb ik wel al echt een hele tijd. En hier zie je veel hogere targets. Bijvoorbeeld hier heb je die meting en die Fibonacci meting uit de move van 2017. En dan heb je dus, want hier heb je, als je vanuit hier zit, dan heb je hier dus nog helemaal niks. Dus hier geeft het gewoon een soort van begeleiding van, hier, dit zijn zones waar je een beslissing moet maken. Hier ook. En hier heb je die 4.236 en dan kom je weer bij de gedeelte waar die 80.000 zit. Als ik dat al een paar keer bij andere grafieken ook zou krijgen, bij deze zone... Dan pak ik daar echt mijn biezen. En dat was dus ook geprobeerd in dit gedeelte. Maar goed, weer de positieve nieuws. Of de positieve in waarom je, ja, ik gewoon heel erg in crypto geloof. Is dat je echt nog wel gekke moves kan krijgen. En we kunnen echt nog veel gekker. Maar daar gaan we nu niet naartoe. We moeten alsnog, wat ik net zei, even dat slechte nieuws onthouden. En wel blij zijn met de winsten die je nu even op dit moment of in deze periode gaat maken. Dus je hebt een mooie move gehad. En we moeten nu verder gaan naar deze targets. Ik heb nu bijna alles wel van Bitcoin laten zien. Ik wil er toch denk ik nog eentje uithalen. Misschien twee. Laten we Seller doen. Seller.
En dit zijn bijvoorbeeld coins die ik ook aan mijn moeder laat zien en haar daarmee laat verdienen. Hiermee laat verdienen. Op dit moment is het een moment te kopen. Ik heb in video's ook wel gezegd inderdaad dat dit wel echt een goede is qua percentages. Hier had je bijvoorbeeld al iets geks. En hier was hij doorheen gegaan. Dit zijn best wel oude grafieken. Maar goed, hier heb je dus het punt bij die 0.786, waar hij er nu is doorheen gekomen. Dit zijn slechte tekenen. Technisch gezien is dit een teken, als we dit piercen, dat we laag gaan. Op zich heb je hier ook wel wat square-ups in gezitten. Dus ook weer daarin is het slechte nieuws, dat is nog steeds je risico. Maar goed, het goede nieuws is dat hier gewoon heel veel percentage in zit. Als je even van gewoon die laatste piek, alleen al die laatste piek. Die laatste piek is een... Stel, je gaat niet in het groen kopen, maar je koopt in het rood, dus in een retrace. Dus misschien dat het nog iets verder groeit en daarna in een retrace hier ergens kopen. Doe dat weer met je retrace met veel, maar alleen al tot die 0.618 is een 76%. Dan heb je een 100% en de top is een 133%. Als je dan deze procent hebt, dan kun je ook nog deze piek, want hij is wel teruggekomen, maar niet helemaal tot met hier. En dan ga je het over andere percentage hebben. Want dan gaan we denk ik naar de 200-300%. Dus stel dat je weer een beetje een gemiddelde daar. Dan ga je naar 130, is al je 0.618. Het valt nog best mee, moet ik eerlijk bekennen. Maar deze laat ook weer goede sterke candles zien. Op zich slechte tekens, dat we dus lager kunnen gaan. Maar je hebt wel ongeveer een ruimte waar je 130-150% eruit kan halen. Dat is zonder leverage. Ben je beginner, begin niet met leverage of met heel weinig geld. Want het is echt, echt de manier van exchange om geld te verdienen. Als ik dan seller heb gedaan, maar dat was het niet mijn allerbeste. Maar DigiB, die heb ik ook wel, volg ik al heel lang. En die trade gewoon heel lekker, omdat je gewoon heel veel geld uit kan halen. In korte periodes. En trouwens, deze yield nog best wel waarde. En nu moet je ook gewoon inzien dat die alts dus heel veel risico hebben. Want bijna alle alts, zat je alleen in de alts, was je 80, meer dan 80% naar beneden met je hele kapitaal. Dus al je winst heb je 80% heb je teruggegeven als je alleen in die alts blijft zitten. Met Bitcoin is het een stuk minder. Dan zit je op 50%, 60% is alsnog heel veel en moet je echt niet toelaten. Even kijken. DGB, ik had een andere grafiek. Ik heb zoveel grafieken. En het kan dus weer zijn, als ik een video opneem, dan haalt hij soms grafieken weg. Ik denk... Nou, hij pakt hem niet meer. Maar goed. Hier heb je ook hele gekke percentages. En hier heeft hij nog best wel gecleaned. Want hier val je eigenlijk naar beneden en hij cleant meteen, zeg maar, die square. En vanuit hier, eigenlijk vanaf hier heb je het niet meer, is hij niet meer teruggekomen. Ik weet ook niet waarom ik hem helemaal vanaf hier heb. Vanaf die. Je ziet ook dat die bodies daar een beetje op vallen. En dat dit een resistance kan zijn. Goed, hier heb je het ook wel over mooie percentages. Die duizenden procenten, die moet je misschien met die AEX vinden. Dus je wacht weer tot het naar je toe komt. En hier heb je toch ook weer op een 150-200%. Als we dan nog even eentje erbij pakken. En misschien vinden dit mensen een shitcoin, maar hij heeft wel een heel gekke move gemaakt. En dat zal dus betekenen dat je best wel getraind moet zijn om hier ook wat geld uit te halen. Want kijk hier, dit is al je risico. En al je risico, daar bedoel ik mee van, als het die squares hier vult bij je Ethereum Classic, dus naar beneden gaat, ga je echt een 50% naar beneden tot een 80%. En dit is tegenover Bitcoin. Dus houden we het risico in acht. Maar tegenover de dollar heb je één grote piek. En dat hoeft niet veel te betekenen. Maar hier, stel dat je deze pakt. We zijn hier eigenlijk als laat. Nee, deze is best lastig trouwens. Ik had gewoon moeten stoppen. Maar
Want ik weet niet meer waar ik hem uit gehaald. Volgens mij heb ik hem vanaf deze candle. Maar dan moet je eigenlijk weer die 2 uur in gaan. Ik ben niet je financieel adviseur, maar ga die 2 uur in om die levels te kunnen krijgen. Vooralsnog, ik ga niet achter die groene candles aan. Laat het eerst naar je toe komen en dan kopen. En daar kun je dus ook weer die retracement tool in gooien. Stel dat het tot en met daar gaat. Dan heb je tot en met daar om te meten. En dan heb je weer die 0.68 hier. En die 0.786. En dat zit weer dicht bij deze trendlijn. Schiet die weg, dan heb je hem gewoon gemist. En sommigen kunnen erachteraan gaan. Maar ik ben niet iemand die elke seconde op mijn computer of laptop of iPad of telefoon wil kijken. Ik wil gewoon dat alles, dat het geld voor mij werkt. En dat ik niet, ja, klinkt heel arrogant, maar dat je moet het werk, jouw geld wil ook niet aan het werk. Dus laat hem gewoon lekker gaan. Deze percentages zijn best wel mooi. Als je hem hier van de trendlijn afpakt, dan zit je weer op een 150-180%. Hierbij houden we het. Je krijgt een video van me te goed, want ik heb nog wat aantal andere coins die ik wil bespreken. Kijk naar Dia. Dia ligt echt helemaal op de bodem. Misschien is dat wel de mooiste om af te sluiten. Want bij deze kreeg ik er niet heel veel meer uit. Ik dacht dat daar nog wel een 300% in zat, maar het valt nog best mee. En daar zit meer risico in. Dus blijf anders maar gewoon echt van die Ethereum Classic af. Maar kijk Dia. Dia tegenover Bitcoin. Dia tegenover Bitcoin zijn we bij de bodem. Alsnog, het heeft nu een groene candle, wacht totdat het even daalt. Oh, ik pak een hele verkeerde. We zijn bij de bodem. En we kunnen door de bodem heen gaan, zoals je hier zit, maar we zijn nog niet geopend en gesloten. Alsnog is dit dus een mooie risk-reward plek om plekken te pakken. En hier heb je een hele grote square up. En als ik die bereken, en dit is tegenover Bitcoin, dus we gaan straks nog heel even naar... Nee, we bewaren die tegenover de dollar, die bewaren we voor de andere video. En hier zie je weer heel mooi die square up, die ligt bij die 0.68 hier, deze VIP-lijn. En het andere gedeelte wordt gecoverd door deze 0.83 en die 0.786. Daarna heb je dus nog een heel groot stuk om te groeien. Dat wil niet meteen betekenen dat we dat gaan doen, maar daarna komen deze targets. Dit was deze video. Kijk naar Dia, bestudeer hem en pak gaandeweg ook altijd winsten. Dan pakken ze het niet meer van je af. Dankjewel voor het kijken en abonneer ook zeker even. En geef die like button ook gewoon een ros. Hartstikke bedankt voor het kijken. Adios.